Tijdens onze vakanties in de West-Vlaamse gemeente Heuvelland, vlakbij de Franse grens, hebben we heel wat kerken bezocht. Dit deel van Vlaanderen is tot in de kleinste hoeken en gaten getekend door de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Jarenlang lag hier de frontlinie van de loopgravenoorlog tussen het Duitse leger en de geallieerde troepen. Aan het eind was er van deze streek bitter weinig over. Vrijwel alles was kapotgeschoten. Vrijwel alles moest van de grond af aan worden opgebouwd. De architectuurstijl waarin de herbouw van kerken en andere gebouwen plaatsvond, noemen we, heel verrassend, wederopbouwarchitectuur. Grosso modo naar de plannen of het uitzicht van de oorspronkelijke gebouwen. Het resultaat is vaak neogotisch, neorenaissancistisch en neoromaans een enkele keer. De Sint-Eligiuskerk in Westoeter werd net als het dorp zelf in de Eerste Wereldoorlog vernield. Alleen de achthoekige romaanse kerktoren bleef over. De rest van de kerk werd in het begin van de jaren 20 in neogotische stijl herbouwd. Onder leiding van architect J. Komans, waarover later meer. Deels staat het gebouw nog op zijn oude grondvesten. Maar inmiddels zijn eraan toegevoegd een doopkapel en een sacristie en bovendien een verlenging van het koor. Typisch de gele baksteenbouw, typisch voor deze streek, typisch voor de wederopbouwarchitectuur. Aan de voorkant, bij de ingang, is de omschrijvende rondboog voorzien van een tegeltableau. Het stelt voor de heilige Eligius. Voor de toren en traptorentje is ijzerzandsteen gebruikt. Meubilair is voor het grootste deel neogotisch, zoals het altaar, de biechtstoelen en de communiebanken. De zitstoelen voor de parochianen zijn duidelijk van later datum. Nog even iets over de architect. Jules Komans, hij leefde tussen 1871 en 1937, was vanaf 1895 stadsarchitect in de stad Ypres. En hij was er belast met de zorg voor het Ypresse monumentale erfgoed. Voor de oorlog werden onder zijn leiding onder andere restauratiewerken uitgevoerd aan het Belfort, aan de Halle, aan de Sint Maartens, de Sint Pieters en de Sint Jacobskerk in de stad Ypres. En in de vooroorlogse periode realiseerde hij ook nieuwbouw buiten de stad, vaak in neogotische stijl. Na de Eerste Wereldoorlog was hij degene die erin slaagde zijn plannen voor een historische wederopbouw van Ypres door te drukken. Hoewel ook daar enkele persoonlijke ingrepen zijn uitgevoerd die het niet helemaal historisch verantwoord maken.